Twee ploegen die vorige week verloren. HHC verloor kansloos bij Excelsior Maassluis. Terwijl de Dijk de Amsterdamse derby verloor van AFC. De Dijk komt hier wel op voorsprong. Doelpuntmaker Baten, zijn tweede van het seizoen. Derde minuut wedstrijd, een hoekschop. Doelman Danes kan niet komen. En Baten eerder bij de bal dan Van der Leij. Dit is Kobussen namens HHC Hardenberg. Gaudier terug in de basis. Gaudier, goed gespeeld. Ja, het is een aardige aanval. En Hemmink schiet de bal tegen de lat. Rick Hemmink overgekomen van Achilles 29. Man met roots in Kloosterhaar. Gaudier met Baten in de rug. Gaudier, is dit Hens? Ja, dat zegt Baten ook. Van, hey, scheids, het is Hens. De voorzet is goed richting Van der Leij. En zo komt de Dijk goed weg in de openingsfase. Blijft 1-0. Bouws. Het is goed gespeeld. Van der Leij, Van der Leij. Het is 1-1. Nummer 6 van het seizoen van Rob van der Leij. Op aangeven van Hemmink. Ja, dit doet hij goed, Hemmink. Subtiel balletje. Van der Leij. Aannemen, schieten en doelman Bel kansloos. En zo staan beide ploegen dus op gelijke hoogte. Kobussen. Heerlijke hakbal richting Metai. Metai, ja! Wat een goal zeg. 13 minuten voor tijd. Metai met de 2-1. Een belangrijke goal van Metai. Nummer 3 van het seizoen en deze raakt hij heerlijk. Ja, sommige spelers bukken daarvoor, maar ja, als doelman moet je hem proberen te houden. Bras Penning, de sponsor van de Dijk, heeft gezegd dat hij zijn financiële verplichtingen na gaat komen. 4 spelers spelen niet meer voor de Dijk. De trainer gaat naar dit seizoen weg en het wordt uiteindelijk ook nog 3-1 via Rick Hemmink op aangeven van Van der Leij. Hemmink kan zomaar doorlopen en zo worden de sportieve zorgen alsmaar groter voor de Dijk. Dat steeds verder naar beneden gaat kijken. En HHC boekt dus een belangrijke 3 punten ten koste van de ploeg van Twisker. Die na dit seizoen ook vertrekt bij de Dijk.